Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbeertjes en een moederhart. Wanneer de jaren verstreken, krijgen oude dingen een nieuwe betekenis. Een oude treu gaat lekkerder zitten, oude vrienden worden meer waard. Maar voor Cyril Snow gaat het er vooral om dat oude dingen vaak ook kostbaarder worden. Wauw, wat prachtig, pap! Ja, wat dacht je dan? Die heeft een dik miljoen gekost. En wat was jij van plan met die elektrische afwasborstel? De wagen oppoetsen, meneer de baas. Daarmee? Waarom niet meteen met de pneumatische boor? Zie je niet wat voor een auto dat is? Dat is een spijkerspectakel. Een meesterwerk van technisch vernuft. Een stukje viertaktkunst. Er zijn er nog maar 3 van op de wereld. Oh. 3. Goh, pap. Daar zou je best Lady Baden-Badens antieke autowedstrijd mee kunnen winnen. Daar ga ik vanuit. En die 2 ton daar is nog maar het begin. Ja, hè? Ik ga aan alle automobielwedstrijden ter wereld meedoen. Ik ga hier een fortuin mee maken. Oh, wij gaan wel, baas. Nou, ik heb nog geluk gehad dat ik precies op die plek pech kreeg. Als jij en je vriendjes me niet geholpen hadden, had ik het echt niet meer geweten. Oh, graag gedaan, mevrouw. En maakt u zich geen zorgen. Schaefer en ik krijgen die auto echt wel weer aan de praat. Wij 2 zijn namelijk een soort motormagiërs. Oké, rustig maar, we komen al. Nou, weet je nou hoe die bel werkt of wil je soms nog even dooroefenen? Verrassing! Mam! Mam! Moet je die motor zien? Het hele blok is kapot. De radiateur lekt en het filter verstopt. Inderdaad, die is naar de malle moeren. Ik snap niet dat ze nog zo ver is kunnen komen. Huh? Ja, ze heeft een heel eind gereden om haar jongens te bezoeken. Tjonge, wat stonden die stom te kijken. Ze konden geen woord meer uitbrengen. Leuk was dat. Oh. Dit huis is nog groter dan in jullie brieven stond. Oh jongens, wat hebben jullie het goed voor elkaar. Nou, vertel me eens hoe jullie hier leven. Het is vast ontzettend spannend in grote zaken te zitten. Speklappen, waar zitten jullie? Luie lendenstukken. Pak de telefoon op, nou meteen. En wie mag dat wel wezen? Oh, dat is een werknemer. Ja, Cyril Snow. We hebben over hem geschreven. Weet u nog wel? Ik zal eens zien wat hij wil. Ja? Als je nou niet zorgt met alles over gebleven gebeurt, dan is het met de zorg dat je erbij komt. Pronto. En laat ik je niet zien luieren, hè? Zeg, luister eens goed. Zorg dat het gebeurt. Pronto. En ligt daar niet zo te luieren. Sorry voor de storing, mam. Cyril moet voor ons een grote fusie uitwerken. Ja, mami. Wij fusieleren hier wat af, hoor. Ik begrijp het best, jongens. Als jullie uitgefuseerd zijn, moet die meneer Snow hier komen.
Dan kan ik hem eens ontmoeten. Natuurlijk, ma. Maar hij moet naar Scheurterp. Nu meteen. Een grote conferentie in Scheurterp. Een fusie. Mooi stelletje industriëlen zijn we. Bah. Op weg naar de top van succes. Bah. Steunpilaren van de economie. We kunnen man toch niet zeggen dat we snauw slaafjes zijn? Oh, joehoe. Het zal de hart breken als ze hoort dat we mislukkelingen zijn. Er zal nog wel veel meer kapot gaan als de baas ontdekt dat hij nou voor ons werkt. Ik kan nergens mijn oude motorbril vinden en die te gekke leren helm. Volgens mij in de kast in de logeerkamer, pap. Ik wil er gepast uitzien op die wedstrijd. En vooral ook ravissant, onweerstaanbaar en gelikt. Wat moet u daar binnen, baas? Wij pakken de bel, baas. Geen enkele moeite. Dat doen wij graag voor u. Jullie weten niet eens wat ik wil. Wat dan ook? Hebben wij soms geheimpjes voor mij? Wie? Wij? Open de deur. Ja, baas. Hier zijn ze, pap. Aan de kant, cordon bleu. Ik dacht dat ik stemmen hoorde. Wat heerlijk is het op het balkon. Wat een uitzicht hier. En allemaal van jullie, zover het oog reikt. Ik ben zo enorm trots op jullie. Oh. Nou, die loopt weer min of meer. Wauw, waar komt die schoonheid vandaan? Van mevrouw Zwijn. Ze is op bezoek bij haar zoons. Ze had pech onderweg. Zo zie je ze tegenwoordig niet meer. Wat een prachtige... Wat voor merk is het eigenlijk? Dit? Nou, Gossie, geen idee. Ik zal het eens opzoeken. Oké, Ralph, dan gaan wij ondertussen een proefritje maken. Dat wordt geen proefrit, maar een droefrit. Oh ja, het was me dat reisje wel. En toen begaf mijn wagentje het ook nog eens. Maar die leuke wasbeer en zijn vriend hebben alles opgelost. Jullie zien wat bleekjes, jongens. Is er soms iets? Jullie werken toch niet te hard of zo? Nee, mam. Maar misschien hebben we wel wat onder de leden. Varkenspest waarschijnlijk, mam. Dat heerst nogal op het moment. Oh, jongens toch. Nou, laat mij dan maar eens even. Daar weet ik wel een goed middel voor. Wat staan jullie daar nou te doen? Een stukje uit Romeo en Julia soms? Oh, nee, baas. We maken het balkon schoon, baas. Bah, vieze balkons, afschuwelijk zeg. Mest liever die zultkoppen eens uit, zeg. Oh, hij is weg. Jongens, wat is daar beneden te zien? Oh, we keken even naar onze nieuwe Italiaanse tegeltjes. Die heeft Cyril toch keurig aangebracht, of niet? Uit de kunst. Hij moet maar eens opslag. Zo ken ik jullie weer. Altijd attent. En deze willen jullie vast wel hebben. Daar blijf je zo lekker warm van. Oh, dank je, mam. Oh ja, prachtig zeg. Jongens, jullie vragen je natuurlijk af wat ik hier zomaar kom doen. Het zit zo. Ik heb jullie hulp nodig. Zeg het maar, mam. Ik had het voorzichtiger willen zeggen, maar ik weet niet hoe. Het huis, ons huis, is weg. Een wervelstorm en, nou ja, alles is weg. Echt alles. Oh, mam. En ik heb helaas geen geld om het weer op te bouwen. Maar jullie zijn rijk en succesvol. Dus kom ik jullie om hulp vragen. Jullie helpen me toch wel, jongens? Natuurlijk zullen we je helpen, mam. Wat van ons is, is ook van jou. Ja, alles. Luister eens naar dat motortje, jongens. Dat klinkt als een dieseltreintje. Met deze jongen pak ik geheid de eerste prijs in de wedstrijd. 2 dikke tonnen. Ik proef ze al. Ja, dat is heerlijk, baas. Wat zitten jullie nou te sikkeneuren? Alsof je de sleutel van je bankkluisje kwijt bent.
Ik wou dat dat waar was, baas. Alle wasemende wankelmotors. Hoe komen ze daaraan? Duivel. Nou gaan die wasberen natuurlijk ook aan de wedstrijd meedoen. Wat moeten ze er anders mee? Hou ze tegen. Maar baas, het is één bonkroest. Ik neem geen enkel risico. Ik ben van plan de eerste prijs te winnen. Scheer je weg en breng die auto hier. Maar baas... En alsjeblieft geen saaie smoesjes speklappen. Ik ga een blokje om en als ik terugkom verwacht ik die auto keurig in mijn garage. Begrepen? Dat is mama's auto. Die kunnen we toch niet afpakken? Oh nee toch. Zo gaat het niet langer, jongens. We moeten hem de waarheid zeggen. Maar dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Voor alles is een eerste keer. Het ergste is dat we nog steeds niet weten hoe we aan het geld voor mams moeten komen. We zitten diep in de ellende. Zonder al te bescheiden te zijn, jonge vriend. Dit is een mooi stukje vakwerk, Schaefer. Inderdaad, Bert. Niet slecht. En nou gas op de plank en terug naar mevrouw Zwijn. Chocoladekeetjes, daar houden de jongens zo van. Hey, hallo Bert. Hi, mevrouw Zwijn. Kijk u eens, hij loopt weer als een treintje. Precies zoals we beloofd hadden. Oh Bert, Schaefer, wat geweldig. Bij een garage had ik me vast blauw betaald. Hoe kan ik jullie dat ooit vergoeden? Oh, willen jij en Schaefer soms een vers chocoladecakeje? Als dat zou kunnen. Komt eraan. Ik zet de auto wel even in de garage. Wauw, bedankt mevrouw Zwijn. En als er weer iets mis is met uw auto, komt u rustig langs hoor. Oké. Laten we nog één keertje alles repeteren. We hebben de auto niet, want hij is van onze moeder. Ah! Oh, oh, ah! Nou, is die auto hier? Daar wilden we het net even over hebben, baas. Best, best. Maar hang daar niet als een stel rookworsten. Doe die deuren dicht. We hebben wat probleempjes. U moet namelijk weten, baas. De allerechtste waarheid... Mooi werk, jongens. De auto! Ah. Dat jullie die puinbak zo snel bij die wasberen weg hebben gekregen. Ongelooflijk, hè? En, wat heeft het me gekost? Niks. Nou... Goedkoper kan als niet. Ik geef jullie een extraatje. Nu u het er toch over heeft, baas. Zouden we misschien een voorschot kunnen krijgen? Vanwege, persoonlijke verplichtingen? Tuurlijk, hier is een gulden. Veel plezier. We hadden eigenlijk iets meer in gedachten. Zoals een voorschot op de eerste 50 jaar. Huh? Oh. Dat krijg je als je je personeel te vriendelijk behandelt, hè? Daar maken ze misbruik van. Het is hopeloos. We krijgen nooit genoeg bij elkaar om voor mam zijn huis te betalen. Bert, Schaefer, kijk eens hier. Je gelooft het niet. Die auto. Van mevrouw Zwijn. Dat is een DAF dilemma. En daar zijn er op de hele wereld maar hooguit twee van die nog doen. Mevrouw Zwijns auto is 2 miljoen gulden waard. Je had gelijk, pa. Het is een DAF dilemma. Die zijn echt onbetaalbaar. Ik wist het. Ik wist het meteen toen ik hem zag. Het is een kampioen en ik heb hem voor niks. Met die auto en met mijn spijkerspectakelen win ik alle automobielwedstrijden. Ik ben rijk. Deze auto moet tiptop zijn voor de wedstrijd. Zie maar hoe je aan de onderdelen komt. Als ze er maar komen. Wat sta je daar nou leeg te lopen? Aan het werk! Nu! Nu!
weet zeker, mevrouw Zwijn, als u meedoet aan de wedstrijd van Lady Baden-Baden met uw auto, wint u die wedstrijd geheid. Niet te enthousiast, Bert. Er moet nog een heleboel gebeuren. En we hebben niet zoveel tijd meer. Hoe is het mogelijk? Ik heb die oude bak al jaren. Huh? Hola, hopla, meisjes. Iemand heeft zijn best gedaan. En ik weet wel wie. Oh, die jongens van mij verrassen me telkens weer. Dat zal ik niet ontkennen. Nou Bert, trek die kattenbak maar eens open, dan maken we een ritje. Dit is geweldig. Ik heb een spijkerspectakel en een DAF-dilemma. Ik ben volledig binnen. Hi jongens, wat hebben jullie dat prachtig gedaan zeg. En wie in Pipo's naam was dat nou weer? Bert en Schaefer geloof ik. Dat weet ik ook wel, schrompelbrandje. Ik bedoel de aanvoerster. Oh, ja. Nou ja, ik bedoelde niet de... Hartelijk dank. Ik hoor het wel van derzelf. Kom mee. Oh, mevrouw Zwijn, wat ziet uw auto er fantastisch uit. U zult die 2 ton vast en zeker winnen, wat ik u brom. 200.000 gulden. Oh, hemeltje. Ik had er geen idee van dat het om zoveel geld ging. Dat is een fortuin, Bert. En ik kan het best gebruiken. Ja, mevrouw Zwijn, met dat geld kunt u heel aardig wat pindakaas kopen. Zelfs wel een hele pindakaaspottenworstenfabriek. Ordinaire autodiefstal, dat is het. Ordinaire diefstal. Baas, u moet er niet zo zwaar aan tillen. Kunt u ze niet gewoon laten lopen? Als ik die auto terug heb, zullen ze wel moeten lopen. Ik hoop dat jullie de kruispolis hebben betaald. Wat de rem is een stuk. Vreemd eigenlijk. Mijn jongens hebben me zoveel over die snauw verteld. Maar ik heb hem eigenlijk nooit ontmoet. Huh? Daar zul je hem net hebben. Hij rijdt veel te hard op deze weg. Die auto is onbestuurbaar. Het lijkt of hij geen rem heeft. En mijn jongens zitten erin. Vasthouden allemaal! We gaan ze redden! Oh, mami, daar is mama! Mama? Dat is een lang verhaal, baas. Hou het maar kort. Zoals Van Oldenbarneveld tegen de beul zei. Kom op, Cyril. Het is jouw beurt. Ben je gek? Deze schat alleen laten? Wacht even, ik kom toch. Mijn autootje, mijn wondertje op 4 wielen. Helemaal aangort. Oh, het spijt me ontzettend, meneer Snow. Verpulverd, vergruisd, vernietigd. Maar de DAF-dilemma heb ik nog. Ik kan de wedstrijd nog winnen. Pardon? Maar dat is mijn auto. Uw auto? Ja, al jaren. Ik geloof dat er een misverstandje ontstaan is. Dat lijkt mij ook. 3 misverstandjes. Zwijnen! Ja, baas. Baas? Inderdaad, baas. Zouden jullie ons niet eens aan elkaar voorstellen? Oh, zeker, baas. Mam, dit is de baas. Baas, dit is onze mama. En wij zijn de klos. Meneer Snow, ik denk dat wij nog een paar puntjes met elkaar te bespreken hebben. Dat lijkt mij ook, mevrouw Zwijn. Dat lijkt mij ook. Oh jee. En de eerste prijs, groot 200.000 gulden, gaat naar het gelukkige team van mevrouw Zwijn en Cyril Snow. Weet je, lieve Sue Ellen, ik vind het zo fideel van je. Ach, onzin, Cyril.
Zonder jouw hulp had ik nooit gewonnen. Ten slotte is de helft van de onderdelen van jou en ik heb maar de helft van het geld nodig voor een nieuw huis. Het spijt me alleen dat je je eigen auto bent kwijtgeraakt. Nou ja, hij is niet echt weg. Ik weet waar hij is. Ongeveer. Voor mevrouw Zwijn betekende haar oude auto dus een kans op een betere toekomst. Cyril Snow hield er een nieuwe vriendin aan over. En de varkens? Ach, sommige dingen blijven altijd hetzelfde. Zoals de ware moederliefde blijft bestaan, wat de kinderen ook uitvreten. Hé, hey, ik heb een spatbord gevonden. Mooi. Nou, nog maar 3425 onderdelen en dan mogen we terugkomen van de baas. Oh nou, gelukkig dat mama nog van ons houdt. Ja! Yeah. Yeah.